Ik ben hier op deze mooie zonnige dag in het mooie plaatsje Liemde. Omroep Dommeland, het nieuws uit uw regio. Maarten, dit is de 13e editie alweer van Limousine. Kun je mij vertellen waar die naam eigenlijk vandaan komt? Ja, die is in 2008 is die bedacht. Het staat voor Liemse Music Scene. Kun je mij tevens vertellen wat de historie is van jullie evenement? Ja. In 2008 hadden Charles van Liemt en Marie van Velde het idee bedacht om bij het Wapen van Liemde een soort festival, een mini-festival te beginnen. Met een koor, een blaaskapel en twee bandjes en dat was echt super leuk. Ik was daar een beetje bij betrokken voor de techniek. En Kees Berkermans die was daar betrokken, die deed de presentatie. En iedereen enthousiast, Wapen van Liemt was volle bak. Toen hebben we aan de hand, toen we geëvalueerd hebben, hadden we bedacht van, goh, het zou tof zijn om er een echt festival van te maken. Nou, ik wist dat op tweede Pinksterdag is hier altijd de oldtimerrit. Die tent die staat er dan al. Dus wij aan de organisatie van de oldtimerrit terug in de tijd gevraagd van, goh, zouden we die tent op de zondag mogen gebruiken om een festival te organiseren? Dan delen we de kosten en dan, dat vonden ze goed. En zo is toen de eerste keer Limousine geweest in 2009. Zitten jullie hier lekker van het zonnetje te genieten? Ja, heerlijk, met lekkere muziek erbij. En het optreden van Loco net meegemaakt. Carlijn, heb je meegespeeld? Ja. Hoe was het om daar mee te spelen? Nou, het was wel leuk. Wel een beetje spannend, maar het ging wel goed. Komen jullie uit Liemt? Nee, uit Boxtel. Oké, en wat brengt jullie hier, behalve de leuke muziek? Behalve de leuke muziek? Ja. De gezelligheid, de sfeer, het weer, een biertje, alles. Zijn jullie nog voor een speciaal bandje aanwezig of de hele line-up is goed? Gewoon de totaliteit. Gewoon een heel leuk festival dit. Nou, ik zou zeggen, geniet er allemaal van. Ja, dankjewel, dat gaat lukken. Hey Victor, ik zie dat jij ook een mooi shirt van Live Limousine aan hebt. Ik begrijp dat jij hier helpt. Ja, klopt. Ik zit ook mee in de organisatie en natuurlijk vandaag de hele dag helpen. Ja. En hoe lang help je hier al? Dit is mijn eerste jaar. Eerste jaar? Ik heb hier wel twee keer opgetreden met mijn band, maar dit is het eerste jaar dat ik, mee in de organisatie zit. Ja. En ik begrijp dat je dit niet zomaar doet. Moet je wel iets met muziek hebben? Ja, ik maak al heel veel jaren muziek en ik heb hiervoor het festival Boxrock georganiseerd. Dat is helaas opgehouden. En daarom ben ik hier nu in de organisatie ingestroomd. En superleuk. Nou, hartstikke tof dat je mee wil helpen en dat je dit mogelijk maakt. Dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. En komen jullie nog voor een speciaal bandje? Ja, wij kwamen voor Wax Giant. Die waren al als eerste, dus we waren er al vroeg bij. En nou lekker aan het genieten van alle mooie muziek nog. Zeker. Ja, en van het weer. Het is een beetje een festival Mysteryland, alleen dan heel klein, hè? Precies, ja. En we komen ook helemaal vanuit Utrecht hierheen, dus het is een Wageningen. Ja. Waar kom je vandaan? Wageningen. Wageningen, en dan helemaal hier in Liemtrecht. Ja, een van de bandleden van Wax Giant, die woont bij mij in Wageningen, dus ja, vandaar. Ik zie dat de timetable is best wel gevarieerd. Is daar een reden voor? Nou ja, wij willen ook een heel breed publiek aanspreken, jong en oud. We willen jong talent het podium geven. Net zoals we begonnen net met Loco, Wax Giant, de jongens uit Best. En een mix van rock, pop, eigen werk en covers en dat allemaal door elkaar heen. Ja, dat is een beetje traditie geworden. Ja. Dat we eigenlijk altijd door fleurige pakken de weergoden gunstig stemmen. Alleen vorig jaar is voor de eerste keer in 14 jaar mislukt. En dus ik dacht, nou doe ik nou even een extreme versie, dus pijn aan de ogen. Ik ben een lopend fruitvliegje, heb ik het gevoel. Maar we hebben wel prachtig weer. En de vrolijke noot van vandaag, of niet? Ja, wie wordt er niet vrolijk met zulke fijne mensen om je heen in zo'n heerlijke setting die we allemaal met eigen vrijwilligers ieder jaar weer voor elkaar boksen. Ja.
ik ben lid van Metallicore. Dus wij gaan vanmiddag optreden. Om 4:55 beginnen we in de tent. En wat mag ik verwachten van jullie optreden? Nou, zoals de naam al een beetje doet vermoeden, wij zingen koor, maar wij zingen hard rock en metal. Dus het is iets anders dan het gebruikelijke repertoire misschien van een koor dat je verwacht. Dus ja, even stevig, hè? Stevig en we knallen van het podium af. Helemaal goed. En hoe lang bestaan jullie al? Ruim 5 jaar nu. En hoeveel leden? 20. Van de, ja, we hebben bijna 18 zijn er vanmiddag mee bezig. Allemaal mannen uiteraard, maar wel met onze vrouwelijke dirigent. Want je hebt een vrouw nodig om al die mannen onder controle te houden natuurlijk. Dat klopt helemaal. Daar kan ik je geen ongelijk in geven. Achter elk mannenkoor staat een stevige dirigente. Wat heb je daar in je hand? Een zwaard. Een zwaard? Van wie heb je die gekregen? Van de clown. Oh echt? Wat kom jij hier vandaag nog doen behalve spelen? Naar muziek luisteren. Ja, ben je een beetje gek op muziek? Ja. Ja? Nou, ik zou zeggen geniet ervan, jongen. Oké. Kun jij mij vertellen waarom iedereen dit festival nou eigenlijk mee moet maken? Ja, het is het fijnste kleine festival van Brabant, dat durf ik rust te zeggen. Er is gratis toegang, er is een springkussen, een zweefmolen, een draaimolen voor de kinderen. Dan kun je gesminkt worden, er is ook nog een clown. En voor de ouders is er drank genoeg. Er is een frietkar waar een heerlijke friet kunnen eten. En van de zonnetje genieten natuurlijk, dat is helemaal fantastisch. Nou jongens, dit was hem dan. De 13e editie van Limousine in Liemt. Bedankt voor het kijken en geniet. Houdoe!